Wouter Beke buiten als Vlaams minister en Jeremy Macchiese binnen in de finale van het Eurovisie Songfestival. De avond laat zich makkelijk samenvatten, maar er valt nog wel wat meer over te zeggen. Gaan we doen dus. Welkom bij Laat. België is erbij overmorgen op de finale van het Eurovisie Songfestival in Turijn. And the first country to reach the final is... is Belgium! Ja, Belgium meteen. Onze inzending Jeremy Macchiese kreeg tijdens die tweede halve finale daarnet genoeg punten van de vakjury en het publiek om zaterdag met 24 anderen mee te mogen strijden voor de overwinning. En dat is fantastisch toch, hè? Gianni Palink, goedenavond aan de Pala Olimpico in Turijn. 18 halve finalisten waren er, 10 mochten erdoor. Waren we effectief bij de 10 beste? Ja, kennelijk wel. En ik zag grote vreugde in het kamp van de Belgen in de Green Room hier achter mij. Intussen hebben ze de zaal verlaten. De Belgische vlaggen gingen de lucht in. Er was wel wat twijfel vanmorgen bij de delegatie, hoorde ik, na die jury halve finale van gisteren. Gisteravond, waar er toch een vocale uitschuiver was van Jeremy. De boekmakers waren ook niet zo op en top positief. Maar kijk, Jeremy heeft alle twijfelaars ongelijk gegeven met een toch wel degelijke prestatie hier vanavond. Hij laat zich ook wel goed omringen. Hij is continu omringd door zijn stemcoach, die hem oefeningen laat doen, die hem tips geeft. Want het is echt wel een moeilijk liedje, dat hoor je ook wel aan zijn stem. Hij liep hier ook rond met zijn stembevochtiger, om die stem niet te veel te vermoeien. En ja, kijk, hij heeft een knalprestatie hier gedaan vanavond. En ik denk ook wel dat het meespeelt dat hij een heel joviale, charmante jongen is. Die speelt met de camera's, speelt met het publiek, speelt met de journalisten. Dus ja, kijk, hij is erbij bij de beste 10 vanavond. Ja, het is iemand met star quality. Een knalprestatie noemde jij het. We zullen misschien nog eens even luisteren en kijken. Hè. Thank you. Merci. Ja, we zullen hem niet moeten missen. Gelukkig zaterdag, Gianni. Maar zal hij tussen de 25 geselecteerden dan er kunnen uitspringen, denk je, met zijn nummer? Maar het hangt er ook wel een beetje vanaf op welke plaats hij in de finale zal staan. Dat weten we nog niet. Dat zal straks pas bekendgemaakt worden. Daar hangt wel een en ander vanaf. De tweede helft van de finale is meestal de goede kant. En inderdaad, in die grote finale komen alle beste liedjes van deze editie samen. En daar zitten toch wel heel wat favorieten tussen. Zweden was vanavond hier ook in deze tweede halve finale. De grote favoriet heeft zich ook geplaatst. Nederland zien we dan terug in de finale. Oekraïne ook, een van de topfavorieten. Ja, en de 5 grote landen zien we ook terug in de finale zaterdag. En daar zitten ook wel 2 topfavorieten tussen. Het Verenigd Koninkrijk en Italië, het gastland. Dus ja, het wordt nog een moeilijke opdracht om hoog te eindigen, denk ik, zaterdag. Maar we zijn er toch maar bij. Ja, zaterdag, dat is overmorgen. Wat gebeurt er morgen nog voor Jeremy? Maar ik denk niet dat er hem nog veel rust zal gegund zijn. Want morgen staat dan de juryfinale al op het programma. De generale repetitie van de finale zaterdag. Waar de vakjuries, hun punten bepalen. En ja, dan zaterdag de grote finale. Dus het zal er wel op aankomen om de juiste momenten te vinden om nog die stem goed te laten rusten. Want ik zei het al, het is een zeer moeilijk lied om te zingen. Het liedje van België. Dus dat wordt wel een belangrijke taak voor Jeremy om voldoende rust te vinden. Ja. Tot slot, Gianni, haal je glazen bolles boven. Wie haalt het zaterdag? Blijft Oekraïne de topfavoriet, denk je? Ja, Oekraïne blijft inderdaad een van de topfavorieten, maar er zijn ook nog andere. Italië, zei ik al, kan gerust hier voor de tweede keer op rij winnen. Het Verenigd Koninkrijk doet het ook zeer goed. Is haasje overgesprongen met Italië naar plaats 2 bij de boekmakers. Dus het is nog geen gewonnen spel voor Oekraïne. Nee, de wedstrijd is pas gezongen als iedereen gezongen heeft. Hè. Dankjewel, Gianni. En we zien jou zeker de komende dagen nog terug.
Zaterdag is dus die grote finale van het Eurovisie Songfestival met België. Deze vijf landen die zijn er ook bij. De grootste financiers zijn er. Die mogen sowieso meedoen. Dit zijn de 10 winnaars van de eerste halve finale van eergisteren. Vandaag kwamen er dan nog bij België, Tsjechië, Azerbeidzjan, Polen, Finland, Estland, Australië, Zweden, Roemenië en Servië. En zo zijn er dus 25 landen in totaal die het opnemen in de finale. En die finale die is uiteraard live te volgen zaterdag hier op 1 vanaf 9 uur.